Nou, we zijn natuurlijk vanmorgen aangekomen. Daarbij is de vrachtwagen zo ingericht dat we direct aan de start kunnen tot alle voorbereidingen zijn getroffen. Ja, de eerste dag wordt natuurlijk altijd begonnen met een bakje koffie. En daarna gaan ze inspecteren en nog een keer kijken naar hoe tot het pand er precies uitziet. We zijn nu bezig met het intenten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we de voorbereidingen gaan treffen voordat de gassing kan beginnen. Het intenten gebeurt nu op de achtergrond door onze twee collega's die het monumentale pand aan het inpakken zijn met behulp van hoogwerkers. Het wordt luchtdicht gemaakt en op het moment dat het luchtdicht is, dan kan de gassing beginnen. Dus dan zal het gas kunnen worden geïnjecteerd. Nou, wat wij hier dus hebben gedaan is, we hebben hier twee inspecties gelopen. En daarbij zijn ook de gassingsleider en de twee personen die nu momenteel het monument aan het inpakken zijn op locatie geweest. Daarbij hebben ze nog een keer een inspectie gelopen, zodat we in ieder geval met de juiste voorbereiding en met de juiste kennis de gassing hier gaan instarten. Ja, op het moment dat het natuurlijk te lang doorgaat en die houtaantastende organismen, die blijven zeg maar te lang in het hout zitten. Dan gaan de larven die gaan in de balklaag gaan ze knagen en gaan ze eigenlijk gangen maken. Nou, op het moment dat dat natuurlijk gebeurt, dan verzwakt de constructie. En dan kun je dus gewoon hele grote problemen krijgen aan de constructie van een pand. Dus zo ook van de Oosterdorpen Watermolen, maar ook bijvoorbeeld van een woonhuis. Nou, eigenlijk in alle objecten waar hout in zit. Dus het kan in een schip zijn, het kan in een woonhuis zijn, maar het kan ook in een monumentaal pand zijn, zeg maar, als hier op de achtergrond. Dus er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Overal waar hout in zit, kan een houtaantaster in zitten. Een houtaantastend insect. En ja, dat kan bestreden worden door ons.